en supporters, vooraleer we van start gaan met deze wedstrijd, mag ik even vragen met z'n allen, gaan recht te staan alsjeblieft en even een eerbetoon te getuigen. Hij is spijtig genoeg het gevecht verloren tegen een slepende ziekte. Hij was meer dan 20 jaar gerechtelijk correspondent van deze club. Maakte ook alle fusies mee van Aartselaar, Edegem tot de slotte voetsal topsport Antwerpen. Mag ik u vragen even 1 minuut een warm applaus te geven ter nagedachtenis van Freddy van Schil. Op naar Antwerpen dan, waar het een hete avond kon worden met de komst van Herentals. Deze laatste heeft een 9 ex-FTA-spelers in de rangen die jaarlijks de wedstrijd van hun leven spelen tegen de vrienden van dit Antwerpen. We zijn 2,5 minuut bezig. Real staat erbij en kijkt erna de 1-0 van Ibi. Real krijgt dan zelf ook nog een kleine kans, maar wanneer de bezoekers willen uitverdedigen, staat daar opnieuw Ibi. 4 minuten ver, 2-0. Ondanks dat Real heel wat talent in de ploeg heeft, moeten ze voorlopig het spel ondergaan. Wederom ziet het er verdedigend niet zo goed uit en kan Etta Lucky de 3-0 netjes op het scorebord zetten. Toch blijft het opletten tegen dit Herentals, want wanneer FTA te veel ruimte geeft, is het ex-FTA-speler Ali Bouri die de 3-1 op het scorebord zet. Hier kunnen de bezoekers zich aan optrekken. Daar zijn ze meteen opnieuw lekker afgewerkt en goed voor de 3-2. Niet getreurd, denken ze bij FT Antwerpen die de wedstrijd op een volwassen manier blijven aanpakken. Het labeur is van Zougachi, de afwerking van Hamza Zaaf met de 4-2, meteen de ruststand. In een goed volgelopen rooi krijgen we dan ook in de tweede helft een leuke pot voetsal te zien en neemt de spanning meteen terug toe, de 4-3 van Bouri. Het is echter de thuisploeg dat nu de kansen aan elkaar rijgt en zo gaan we terug naar een 2-doelpuntenkloof met opnieuw een goal van Hamza Zaaf. Het gaat snel daar in het rooi. Balverlies van de thuisploeg, Daimani met de 5-4. We spelen ondertussen 10 minuten wanneer Ibi Zougachi aanspeelt en deze wel iets heel mooi in gedachten heeft. Meteen goed voor de 6-4. Herentals kan er nog op 6-5 komen, maar dichter komen ze niet meer. Het komt zelfs nog goed weg wanneer Darmani slechts geel krijgt wanneer hij Jasper Bel neerhaalt. Einde van de wedstrijd, FT Antwerpen versus Real Herentals met een eindscore van 6-5. Ik vind ook dat we een mooi eerbetoon hebben gedaan. De eerste minuut voor de wedstrijd, de laatste minuut voor Freddy van Schil. Al meer dan 20 jaar GC voor ons geweest. Heel hard gewerkt. Heeft ons spijtig moeten ontgaan. Maar het was een mooi eerbetoon. Emotioneel. En nogmaals, ook voor de camera, een dankjewel voor Freddy. En veel sterkte en steun voor de familie. We maken het ons eigen zo moeilijk. Ik denk 3 keer 2-3. Speelde dat niet goed uit. Pak zij de bal, maken zij dat wel af. Maar ook een chapeau naar hun doelman. Die houdt hun heel lang in de match. En, ja. Maar uiteindelijk hebben wij verdiend gewonnen. Soms begin je goed en eindig je slecht. En andersom. Ik denk dat dat gewoon momentenopnames zijn van de wedstrijd. We zijn heel goed gestart. En daar zijn de momenten dat ik aanhaal, als we 2-3 golen verschil hebben, dat we dat moeten aanhalen en zelfs verder afmaken. Gebeurt niet en zo blijft het spannend uiteraard. Vandaag uiteraard 2 weken rust gehad.
Dat is goed langs de ene kant om een aantal kleine kwetsures te laten genezen. Maar dat is ook weer niet goed, want heel dat ritme valt eruit. Maar het belangrijkste vandaag, wederom, net als week na week, het is toch tegen een topploeg vandaag Herentals, die 3 punten in huis houden. Daar ben ik als coach tevreden over. Ja, ik ben tevreden. Ik ben trots op mijn spelers. Maar dat ben ik al verschillende weken. Mentaliteit zit goed, de focus zit goed. Maar ik had toch graag een puntje neer gehad. Ik denk wel dat we dat verdienden. Naar gelang de wedstrijd. Ik vond wel dat het goed op en neer ging. Maar we hadden altijd die 2 golen achterstand. En dat werd altijd te veel. We kwamen dichter. 4-3 en dan shotten we tegen de paal. Dat is 4-4. En dan had het natuurlijk wel een andere wedstrijd gespeeld geweest. Maar dan krijg je een eerste 3-goal tegen. En dan, ja. We hebben de kopjes wel niet laten zakken. Maar je zag dan ook wel dat de vermoeidheid erin kwam. En ja, ik ben toch wel tevreden. Maar een beetje ontgoocheld wel voor het resultaat.